Hey lieve jongens, ik heb vandaag een verhaal voor jullie. Een verhaal over Simeon ten Holt. Ik ga het eerst even jullie voorlezen. Het duurt wel even, dus ik hoop dat jullie hem gewoon even afluisteren. Daarna heb ik een superleuke opdracht erbij. Luister mee. De pianoverhuizing. Op een dag ging Simeon ten Holt uit huis. Hij woonde in Bergen bij zijn ouders. Nu hij 19 was, vond hij zich oud genoeg om voor zichzelf te kunnen zorgen. In Amsterdam kon hij een mooie zolder huren in een huis aan de Nieuwe Keizersgracht. Simeon nam een koffer, kleren mee en een doos vol boeken. En zijn piano, een vleugel, want Simeon wist al jaren wat hij wilde worden, componist. Om de piano te verhuizen vroeg hij hulp aan Herman Plomper, die een verhuisbedrijf in Bergen had. Kom voor elkaar, zei de verhuizer. En zo kwam op de verhuisdag de vrachtwagen voorrijden en werd de vleugel ingeladen. Wat speel je eigenlijk voor muziek? Vroeg Herman toen ze onderweg waren. Moderne muziek, antwoordde Simeon. Je speelt zeker jazz, zei Herman. Of van die muziek die zo gaat. Piep, klaar, blink, blank, piep. Nee, meneer Plomper, zei Simeon lachend. Maar ik kan het u moeilijk uitleggen. Eigenlijk zou u het een keer moeten horen. Een uur later parkeerde Plomper zijn wagen op de Nieuwe Keizersgracht. Toen ze waren uitgestapt, wees Simeon omhoog naar het zolderraam en zei, daar ga ik wonen. Tja, dat wordt nog een hele klus, zei de verhuizer, terwijl hij langs de snor streek. Simeon keek vol spanning toe hoe zijn geliefde instrument hoger en hoger gehesen werd, tot hij door het zolderraam naar binnen getrokken worden. Opgelucht haalde hij adem. Een week later ging Simeon bij de verhuizer langs om te betalen. Zou je niet een stukje op mijn piano willen spelen? Vroeg Herman Plomper. Ik zal het proberen, zei Simeon. En hij speelde het begin van een stuk dat hij zelf had geschreven. Compositie. Na een poosje stopte Simeon en zei een beetje verlegen. Dat was het. Herman Plomper zweeg. Even dacht Simeon dat de verhuizer zijn muziek toen aan te horen vond. Maar toen zei Herman, wat een wonderlijke muziek. Het is geen liedje en het is ook geen melodie. Ik hoor klanken die zich de hele tijd herhalen. Waar komt die muziek vandaan? Simeon haalt zijn schouders op. Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Als ik achter de vleugel ga zitten, komt het vanzelf. Noot voor noot schrijf ik de muziek op zoals ik die in mijn hoofd hoor. Prachtig, zei Plomper. Als je speelt, zie ik een snelstromend beentje dat tussen de rotsen doorvringt. Ik word er heel vrolijk van. Wat grappig, zei Simeon. Want als ik muziek schrijf, zie ik eigenlijk helemaal niks. Mijn muziek is geen verhaal. Mijn muziek is niet vrolijk en ook niet boos. Maar als u er vrolijk van wordt, is dat natuurlijk goed. Dankjewel, zei de verhuizer. Als ik u nog eens kan helpen? In de jaren die volgden kon Plomper de componist nog heel vaak helpen. Want Simeon verhuisde van het ene huis naar het andere. Simeon componeerde steeds grotere stukken. Niet voor één, maar soms zelfs voor 4 vleugels tegelijkertijd. Om die stukken te oefenen had hij pianisten nodig en genoeg instrumenten. Daarom ging hij naar de pianowinkel van Koot in Haarlem. Simeon liet de pianohandelaar een nieuw stuk zien. Canto Ostinato heette het. En hij legde uit dat hij 4 vleugels nodig had, dus 4 hele grote piano's, om het stuk te spelen. Je bent welkom in mijn winkel hoor, zei Koot. Vanaf die dag waren Simeon en zijn vrienden vaak te vinden in Haarlem. Ze zetten de vleugels zo naast elkaar dat ze elkaar goed konden zien. Ik zal even laten zien, jongens. Dat zag er dan zo uit. Kijk. Dat is een boek. Zien jullie? Zo zag het eruit. En dat zie je ook gelijk aan hoe de vleugel eruit ziet. Het is eigenlijk een hele grote piano. Het is een vleugel. Ze zetten die vleugels dus allemaal naast elkaar. Op een dag stond er iemand in de deuropening van de winkel te luisteren. Het was Herman Plomper, de verhuizer. Toen Simeon en zijn vrienden waren uitgespeeld, klapte hij enthousiast in zijn handen en riep bravo, bravo. Natuurlijk namen de componist en de verhuizer de tijd om bij te praten. Wanneer mag ik weer eens een piano voor je verhuizen? Vroeg Herman. Ik weet het niet, zei Simeon. Mijn vleugel is niet goed meer. Niet goed genoeg om nieuwe composities op te maken. Compositie is een muziekstuk, hè jongens? Iemand die zijn compositie schrijft, heeft een muziekstuk geschreven. Tja, zei Herman Plomper en hij streek met zijn vinger langs zijn snor. Misschien kan ik wel wat voor je regelen. Een paar dagen later stopte de verhuiswagen van Plomper bij Simeon ten Holt voor de deur. Uit de laadbak kwam een prachtige glanzende zwarte vleugel.
Voor jou, zei Herman, omdat je zulke mooie muziek maakt. Voor mijn oren is er een nieuwe wereld opengegaan. En dat vind ik werkelijk een hele kunst. Dat is het verhaal, jongens, van Simeon ten Holt en zijn piano. En Simeon ten Holt is dus een componist. En een componist is iemand die muziek schrijft. En Simeon ten Holt heeft heel veel muziek geschreven. En wat jullie eigenlijk even moeten doen is, ik ga hieronder weer een linkje plaatsen van het stuk Canto Ostinato, die Simeon ten Holt heeft geschreven voor die vier piano's. Dan pak je thuis een wit blaadje en mooie stiften, of pennen of potloden. Dan zet je de muziek aan van Simeon ten Holt. En dan ga je eerst even luisteren en denk je, waar denk ik nou aan als ik die muziek hoor? En dat ga je tekenen op je blaadje. Dan maak je een hele mooie tekening die je vindt passen bij de muziek. En dat kan iets echt zijn, zoals meneer Plomper zei, de verhuizer. Die zei van, nou, ik zie een soort kabbelend beekje met rotsen. Maar je kan bijvoorbeeld ook alleen strepen, zoals in het boek al te zien was. Dat je alleen voor wat strepen maakt met die piano's onder. Dat kan ook. Of alleen krulletjes, of alleen lijnen. Je kan ook opschrijven wat je bij de muziek voelt of vindt. Als je er maar even heel goed naar luistert en er ook een beetje van probeert te genieten. Als je nou je tekening gemaakt hebt, maak er even een foto van. Mail die even naar je juf of meester, dan kan ik hem zien. Of neem hem natuurlijk even mee naar school om hem mij te laten zien. Ik ben heel erg benieuwd, jongens. Veel plezier en tot snel. Dag hoor!